Ja, het staat er niet zo goed voor. Het ziet er naar uit dat we op korte termijn hier weg moeten. Dus zodra het verkocht is, dan hebben wij gewoon geen plek. Punt. Het ging een aantal jaren goed. Nu is de plek eigenlijk toch een probleem. Donateurs die betalen het voedsel, maar de locatie is nu een probleem. Ja, wij hopen gewoon dat we of heel veel steun krijgen van heel veel mensen. Dat er een oplossing komt dat er uiteindelijk toch een plekje voor ons te krijgen is. Of bijvoorbeeld iemand, een dierenliefhebber, die zou kunnen financieren in een onderkomen wat wij bijvoorbeeld van die persoon zouden kunnen huren of iets dergelijks. Wat voor dieren heb je hier op deze locatie in Houlen? Ja, grotendeels niet herplaatsbare. Daaronder zitten senioren, patiëntjes, rugzakdiertjes, ex-slachtdieren. Maar echt de niet herplaatsbare dieren, waar dus ook niemand op zit te wachten. Ik wil er gewoon voor de diertjes zijn. En ik heb zoveel kansloze gevalletjes die ik denk echt dat er geen toekomst is voor die dieren als ik er niet meer zou zijn voor hun.